Hoe toonde een opgraving het einde van de farao aan? Dit is de Universiteit van Nederland. Ja, dus mijn vak is de Egyptologie. En nu zijn er een hoop verschillende meningen over de Egyptologie. En op het internet kwam ik een paar maanden geleden deze internetmeme tegen, waar de verschillende meningen over Egyptologie worden, worden eigenlijk getoond hè? Wat, wat mijn moeder ervan vindt, wat mijn vrienden vinden, wat Hollywood vindt. Um, um, en uiteindelijk hoe de realiteit is, wat volgens deze internetmeme is, dat we vooral in de bibliotheek een heleboel tijd doorbrengen. Dat is inderdaad waar. Uh, uh, uiteindelijk is een heleboel van het bewerken van opgegraven materiaal is, uh, in de bibliotheek. Maar in dit geval, ja, het, het, het trof me eigenlijk die, uh, het, het plaatje, omdat daar linksboven... Uh, daar sta ik zelf. Uh, het bleek dat mijn moeder inderdaad gelijk heeft. Uh, en mijn opgraving staat dus daarop. Op, uh, het is mijn opgraving in de, de tempel van het dorpje Kellis En daar werk ik al sinds 1991. Het is een groot internationaal team wat daar opgraaft. En in 1991 deden we daar een. Uh, Kapitale ontdekking, werkelijk een heel bijzondere ontdekking, namelijk we vonden een tempel en we vonden daar een beschilderde tempel, gebouwd van kleistenen, in de zon gedroogde kleistenen, um, bepleisterd en beschilderd en we vonden ook dat, dat al de stukjes daar eigenlijk nog lagen, er was een heleboel van die, dat pleisterwerk wat we nog konden terugvinden en daar misschien iets mee doen, dus dat, dat was een hele belangrijke ontdekking. Um, nu alweer een tijdje geleden, maar de opgraving daarvan heeft heel lang geduurd en we zijn er nog steeds mee bezig om dat uit te werken. En het was een tempel uit de Romeinse tijd. Laat ik eerst even vertellen, waar, waar was dat dan, deze opgraving? Het was niet zomaar langs de Nijl in, in Egypte, waar de meeste opgravingsplaatsen liggen, zoals Luxor. Um, maar mijn opgraving is in de westelijke woestijn, op de hoogte van, van Luxor, zeg maar, maar dan halverwege Libië. Dus een stuk verder de, de woestijn in, in een oase en die oase heet Dagra ook even iets over de, de tijdsperiode waar ik het over heb, want we vonden dus een tempel uit de Romeinse tijd en een tempel voor de Egyptische goden. Het was een, een tempel gewijd aan een Egyptische god, Tutu. En hoe zit dat nou precies? Nou, de tijd van de farao's was namelijk nog niet helemaal voorbij in de Romeinse periode. De tijd van de farao's, van Tutankhamon, van Ramses, van Hatshepsut, noem ze maar op, duurde eigenlijk tot de van de Romeinse verovering, hè, de, de, de zelfmoord van een op een gegeven moment. En dan nemen de Romeinen uh, Egypte in bezit. Dat vormt dan deel van het uh, Romeinse Rijk. Maar daarmee was de oude cultuur nog niet verdwenen. Het was een politieke omslag, maar niet een religieuze, niet een culturele. De, de, de Oud-Egyptische godsdienst ging in die tijd nog door. Dus je hebt ook nog steeds uit de tijd van de Romeinen tempels voor de Oud-Egyptische goden. We vonden allereerst een stenen tempel. De, de opgravingen toonden een kleine dorpstempel. Kellis was een dorp uh, in de Romeinse tijd, en dat was een kleine tempel van steen. Helaas was die tempel zwaar geplunderd en er was niet veel meer over dan een enkele laag stenen um, en, en wat resten van, van het meubilair dat er ooit aan had gestaan. Maar daarnaast um, was een kapel te zien. Um, en die kapel bevatte dus het pleisterwerk waar ik het net over had. Als we daarop inzoomen, dan kun je zien dat die kapel uh, dus nog op de wanden, die nog tot, tot 3,5 meter hoog nog overeind stonden, dat daar nog pleisterwerk op zit. Daar zijn figuren op geschilderd, uh, figuren van Egyptische goden. En er zijn grote stukken nog van het gewelf, dat was een gewelfd plafond over die kapel. En dat gewelf was op een gegeven moment ingestort en dat zagen we zo liggen. Dat konden we zo, nadat we de eerste zand hadden weggehaald, zagen we de brokstukken van dat gewelf. Nou, dat was een... Een, een spannend moment, want het betekende dat die hele kapel eigenlijk nog daar was. En dat we mogelijk de stukken nog konden optillen en weer ja, reconstrueren. Dus dat was een, een uitdaging waar we voor stonden. Het was een heel. Ingewikkeld karwei, want die stukken kleisteen waren allemaal al gebroken. Dus je kon ze in kleine stukjes optillen. En dan als je ze optilt, dan zat er dus nog een laagje pleisterwerk aan vast, met beschildering. En dat moesten we zien op te, op te rapen en bij elkaar te houden. En het was vreselijk fragiel. Het was natuurlijk iets wat, wat, wat zo'n dun pleisterlaagje was. En het was al een keer neergestort op, op puin en zand. En daardoor was het al in stukken. We hebben dus de achterste helft van de kapel blootgelegd in zo'n vijf jaar opgraven. De hele kapel duurde dus ook tien jaar. Het gaat om een ruimte van vijf meter breed en twaalf meter lang. Een forse ruimte, waarvan dus dat hele gewelf op een gegeven moment was ingestort en dat was daar blijven liggen. Wat zien we? Op de schilderingen die werden blootgelegd, zien we allereerst Romeinse panelen schilderingen, net als in Pompei, die typische Romeinse schilderkunst. Dat is heel bijzonder, dat hadden we nog nooit gezien in een Egyptische tempel. Egyptische tempels zijn altijd met Egyptische goden gedecoreerd, met hiërogliefen. En hier zien we opeens Romeinse schilderkunst. Dat was een enorme verrassing. Daarboven zijn er registers met godenfiguren, met, met Egyptische figuren, met hiërogliefen, allemaal in een prachtige stijl, heel nou ja, goed te begrijpen voor een Egyptoloog. Um, maar... Het was niet direct duidelijk uit welke tijd dit zou dateren. De klassieke schilderingen vertelden ons dat we ergens in de tweede eeuw zouden zitten. Maar welke keizer, welke farao hoorde daarbij? Want die keizers die konden nog steeds optreden als een farao. De god aan wie de tempel was gewijd kwam voor op verschillende schilderingen. En Dit was een, ja, een ander interessant aspect van, van onze vondst, want de god... Tutu, aan wie die tempel was gewijd, is eigenlijk een heel grappig godje. Het is, het is een kleine god, het is de oude Egyptische Sphinx. Um, maar die wordt actief afgebeeld, hij loopt. Het is niet zomaar de rustende Sphinx die bij de piramides ligt. Nee, hij loopt en hij heeft, hij heeft messen in zijn handen. Het is een beschermgod. En het is een heel populaire god in de laatste eeuwen van de oude Egyptische godsdienst. En opeens hadden we hier een tempel gewijd aan die god. Dat hadden we nog nooit gevonden in Egypte. Um, dus dat beloofde al een heleboel nieuwe informatie te geven. Um, maar ja, ik zocht dus zeker in het begin naar een Romeinse keizer. Ik wilde dat op die schilderingen dat we dan ook de naam zouden vinden van de, de bouwheer, de, de keizer onder wiens regering deze tempel was gebouwd en gedecoreerd. Um, er zijn vele tempels uit de Romeinse tijd nog in Egypte. En grote, belangrijke tempels die nog steeds veel bezocht worden door toeristen zijn bijvoorbeeld Dendera, uh, Komombo, Esna. Allerlei grote gebouwen die allemaal in de Romeinse tijd zijn neergezet. De tempel van Dendera is gebouwd voor de godin Hathor. Ja, en, en nog in de Romeinse tijd van een enorme voorzaal voorzien in de regering van Tiberius en ook van Nero. Als we kijken naar de decoratie op de wanden van deze tempel. Dan zien we hoe dat er eigenlijk normaal eruit ziet. Er staat steeds prominent een farao afgebeeld. En die farao biedt offers aan aan de goden. Dat is eigenlijk een standaard decoratie van die late tempels. En steeds staat de Romeinse keizer daar afgebeeld. Gekleed als een farao. Je kunt hem niet onderscheiden van, van zeg maar de, 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 de oude farao's Ramses en dergelijke. Maar in de hiërogliefen staat dan de naam van Nero in dit geval. Heel opmerkelijk, maar zoals gezegd, de Oude Egyptische godsdienst gaat door. En de farao was een essentieel onderdeel van die Oude Egyptische godsdienst. Die kun je niet zomaar weglaten, omdat de farao voor de Oude Egyptenaar de enige persoon was die kon spreken met de goden. Die kon vragen, die iets kon vragen en die de gunsten voor Egypte kon terugkrijgen. Um, en daarom moest er altijd een farao worden afgebeeld. Nou, het verschil met Kellis is dat we dus bij de reconstructie want van wat we, wat we vonden. Van dat gewelf van die kapel vonden we maar steeds geen farao figuur We vonden alleen maar goden en het, het ging maar door. We, we zijn dus jaren bezig geweest met opgraven en elk seizoen was ik weer op zoek naar die farao. Um, de opgravingen vonden dus Egyptische decoratie, maar ook Romeinse decoratie. En um, het gewelf had bovenaan, midden, bovenlangs het gewelf een brede strook, twee meter breed. Met weer klassieke schildering. Dus de, de twee stijlen wisselen elkaar af. En we zien op de foto hoe zo'n stuk wordt opgegraven. Het was op zijn kop terechtgekomen. Dus het gewelf was, was omgekeerd terechtgekomen. En um, het toont een klassiek motief. Um, en sommige grote stukken konden dus op die manier nog worden ja, eigenlijk opgetild en geconserveerd. Zoals ze waren, dus nog steeds vast aan het. Uh, het, het, de stenen waar ze aan vast zaten. Maar daarnaast lagen er altijd heel veel fragmenten. Duizenden fragmenten die er los omheen lagen. En die hebben we dus opgeraapt. En per locatie steeds op een dienblad, een houten dienblad, verzameld. Die dienbladen waren de basis voor reconstructie. En daar zijn we dus jarenlang mee bezig geweest. Om dat weer samen te voegen. Om te proberen om dat weer te reconstrueren. Onze legpuzzel bracht ook op het gebied van de Egyptische godenwereld, en een heleboel nieuws. We vonden bijvoorbeeld een groep van zeven godinnen, die we konden samenstellen uit honderden fragmenten. En die godinnen waren eigenlijk heel belangrijk, omdat dat mij vertelde wat voor soort kapel dit eigenlijk was. Um, deze kapel voor de god Tutu ging eigenlijk over de verjonging van de god. Het is iets wat we een mamissie noemen, een geboortekapel. En... Um, er werd eigenlijk de geboorte en de verjonging van de God gevierd elk jaar. En dat staat ook op de wanden. Deze zeven Godinnen zijn de godinnen van het lot. En bij de geboorte van ieder mens, maar ook van een God, wordt het lot voorspeld door deze zeven godinnen. En dus dat dit op de wanden staat, dat, dat gaf voor mij een hele belangrijke aanwijzing van hé, hey, we hebben hier te maken met zo'n geboortekapel. Uiteindelijk konden we de kapel dus reconstrueren op papier. We hebben gedeeltes ook werkelijk in pleisterwerk in elkaar kunnen zetten. Andere gedeeltes alleen in tekening, in foto. En we werken nog aan, aan het, uh, het verder uitwerken van de resultaten. Maar het opmerkelijke is dus uiteindelijk, bij al deze reconstructie. vinden we meer dan 400 goden op de wanden van deze ene kapel. Hè, 12 meter lang. Het was, het was een behoorlijk grote kapel. Maar 400 goden is toch een enorm aantal. En geen enkele farao. Dus. Mijn, mijn um, um, probleem van die datering, dat, dat bleef dus werkelijk tot het einde uh, een probleem. Um, waarom was er toch geen farao daar Terwijl dat in alle andere tempels uit de Romeinse tijd wel het geval is. Het blijkt eigenlijk um, dat hier in Kellis er werd geëxperimenteerd. Dit is een hele revolutionaire kapel. Hier wordt een denkbeeld ontwikkeld dat je de godenwereld onderling kunt laten ageren. Je kunt ze onderling um, uh, tot elkaar laten spreken en offers laten brengen. Daar heb je geen farao bij nodig. Dat was een nieuwe gedachte. Dat was iets wat we elders in de Nijlvallei eigenlijk nog nooit hadden gezien. Um, dus een revolutionair bouwwerk. Ik wil nog even de geschiedenis van de kapel verder volgen, want dat, dat is ook interessant. Die kapel is dus gebouwd in het begin van de 2e eeuw. Daar zijn we uiteindelijk op, op terechtgekomen. Um, de faro ontbreekt, maar begin 2e eeuw is nu de, de, de meest waarschijnlijke datering voor deze kapel. En die heeft zo'n 200 jaar nog bestaan, tot in de 4e eeuw na Christus. Uh, op dat moment komt het christendom in Egypte. En. Het christendom was natuurlijk al veel eerder gekomen, maar in de vierde eeuw zien we dat heel Egypte christelijk wordt en dat de oude tempels sluiten. Dus tot zo lang heeft de oude tijd van de farao's nog geduurd, hè, zou je kunnen zeggen. Um, tot in de vierde eeuw. En uiteindelijk is de kapel verlaten, uh, gesloten ergens in het midden van de vierde eeuw, denk ik. Um, en toen heeft het leeg gestaan. Er was niet direct een nieuw doel voor deze kapel, maar op een gegeven moment zijn lokale mensen... Ja, die vonden dat toch een nuttige ruimte. Die zijn hun dieren daarin gaan stallen. En we hebben een grafito gevonden op de, de wanden van de kapel in, in het koptisch, taal van de vierde, vijfde eeuw. Um, van twee ganzenhoeders. En een zekere George en een, een Kiris. Die, die hebben daar opgeschreven dat ze de nacht hadden doorgebracht met hun ganzen. Uh, en daarmee was het natuurlijk he, het tijdperk van de farao's werkelijk voorbij. Het hergebruik van, van zo'n uh, monument. ja, dat leidde natuurlijk ook tot beschadiging. En uiteindelijk is de kapel ingestort, inderdaad. Ik kom terug op mijn vraag. Hoe toonde de opgraving van Kellis het einde van de farao aan? Nu. Het einde van de faro, kunnen we zeggen, kwam eigenlijk op verschillende momenten op verschillende in verschillende tempels van Egypte. In kennis was de faro dus eigenlijk al in de vroegde, vroege tweede eeuw na Christus afgeschaft. En was daar eigenlijk al het einde van de faro. Maar in de elders bleef die faro dus nog tot in de vierde eeuw bestaan. Um, dus eigenlijk was het ambt van faro niet pardoes verdwenen van het ene moment op het andere in de Romeinse tijd. Maar er waren discussies over dit ambt en de faro is heel geleidelijk verdwenen.